Ik ben Alina, ik ben 20 jaar en ik woon in Westerlo. Ik doe mee met de Mol omdat ik altijd heb gekeken naar alle afleveringen en vanuit uw zetel is het heel gemakkelijk. Ja, ik vind het een fantastisch spel, dus ik wou eens kijken hoe ver ik mezelf kon drijven en het echt eens live meemaken en het avontuur beleven. Ik ben eigenlijk niet echt bang van zo hoogtes of water of zo. Misschien zo van dieren op zich niet bang, maar ja, een spin vastpakken of zo, denk dat niemand dat graag doet. Ik zou een goede mol kunnen zijn omdat ik spontaan ben, denk ik. Dus ik denk dat ik in mijn enthousiasme zowel mensen zou kunnen meetrekken en in een bepaalde richting sturen misschien. Ik ben nogal te open en te eerlijk, een beetje een flap uit. Dus ik zou bang zijn dat ik mezelf zou verraden door per ongeluk zoiets te zeggen. Dus ja, dat zou risky zijn, denk ik. Mijn doel in de mol is ja, natuurlijk om mij te amuseren, maar ook ja, de mol te ontmaskeren natuurlijk. En ook om zo ver mogelijk te geraken in het spel, zodat ik mij echt eens kan testen op zowel fysiek als mentaal vlak, hoe ver ik zo kan gaan in een spel. Ik ben Bart, 43 jaar en ik kom uit Tourinhagros. Ik neem deel aan de mol omdat ik al een fan ben van het programma vanaf het eerste uur. Ik heb denk ik ja, alle seizoenen, alle afleveringen bekeken vanuit mijn luie zetel. En bij elke aflevering heb ik de bedenking gemaakt van ik wil daar ooit eens aan meedoen. Die proeven zitten altijd zo goed in elkaar. Dat geeft me iedere keer het gevoel van oh, ik wil dat ook eens meemaken. En dat dan gekoppeld aan een tof land meestal. Een mooie reis, een toffe groep. Daar slagen ze toch ook altijd in om toffe mensen bij elkaar te brengen. Ja, dat was voor mij de reden waarom ik schrijf mee in. Er zijn niet veel zaken waar ik bang van ben. En van die durfproeven of adrenalineproeven, dat denk ik dat mij wel goed zullen afgaan. Maar er is één ding waar ik echt voor ga lopen. Dat zijn slangen. En vraag me niet waarom, ik weet het niet. Maar dat is één ding waar ik niet mee overweg kan. Ik zou een goede mol zijn, denk ik, en dat klinkt wel verkeerd wat ik nu ga zeggen. Maar ik denk wel dat ik mensen kan manipuleren. En ik denk dat dat wel een goede eigenschap is voor een mol. Weet op welke momenten dat je totaal onder de radar moet blijven. En waar dat je misschien iets verdachter mocht bovenkomen. Ik denk dat dat wel iets is dat ik goed zou kunnen. Ik ga misschien geen goede mol zijn, omdat ik van nature uit 200% voor de zaken wil gaan. En dat ik eigenlijk ja, moeite misschien zou hebben met proeven bewust te laten mislukken. Van nature uit zou ik proberen om alles te laten lukken. Maar goed, ja, dat is het spel en alles is mogelijk. Mijn doel in het spel is eigenlijk simpel, zo ver mogelijk geraken. Ik ga heel eerlijk zijn, dat geld en die groepspot kan mij gestolen worden. Het is zo ver mogelijk geraken en trachten de mol te ontmaskeren. Dat is mijn doel in het spel. Ik ben Bruno, ik ben 50 jaar en samen met mijn vrouw en twee kinderen woon ik in Vosselaar. Ik neem deel aan de mol omdat voor mij de mol eigenlijk iets is waar voor mij persoonlijk van alles in zit dat ik heel graag doe. Ik ben redelijk competitief. Ik hou echt van uitdagingen. Ik ben ook heel graag met mensen bezig. Ik kan mij ongelooflijk amuseren. Ik hou van humor. Dus allemaal facetten die voor mij allemaal samenkomen in de mol. Goh, bang zijn, zo gelijk bungee springen of parachute springen, eerlijk gezegd, denk het niet. Ik denk niet dat ik daar bang van ben. Ik heb het nog nooit gedaan, maar nee, ik denk niet dat ik ergens bang van ben. Nee, zeker niet. Ik zou een goede mol kunnen zijn, omdat ik merk dat mensen mij heel snel in vertrouwen nemen. En natuurlijk als een mol, ja, moet je dat een beetje misbruiken. Maar ik denk wel dat ik dat op een manier kan doen dat het niet opvalt. Ik zou geen goede mol zijn. Ik ben redelijk competitief. Ik smijt me graag in het spel. En dan kan ik me wel eens op stuk bijten, denk ik. Dus daarvoor zou ik waarschijnlijk geen goede mol kunnen zijn. Mijn ultieme doel in het spel, als ik de mol zou zijn, dan is natuurlijk zoveel mogelijk saboteren. Als ik de mol niet ben, ik ben een van de kandidaten, is natuurlijk zoveel mogelijk in de pot krijgen. Maar sowieso, wat het ook is of wordt, is mijn ultieme doel mij gewoon amuseren.
Ik ben Christian, ik ben 26 jaar en ik woon momenteel in Brussel. Wel, de Mol, dat is een fantastisch avontuur. Waar je zowel zotte dingen meemaakt, maar ook een zotte groep altijd hebt. Terwijl er eigenlijk één saboteur is en dat maakt het allemaal zo spannend. Dus ja, dat leek me een zalige ervaring om mee te doen. De dingen waar ik toch wel wat schrik voor heb, ik denk dat ik een gezonde schrik heb voor hoogte. Dus een gezonde vorm van hoogtevrees. Maar ik probeer dat wel te overwinnen. Het is niet zo evident. En ook alles te maken met insecten, dat is ook niet mijn ding. Dus daar heb ik toch ook wel wat schrik voor. Ik zou denk ik wel een goede mol kunnen zijn, omdat in mijn omgeving de mensen mij rap vertrouwen. En ik kan ook goed overweg met verschillende soorten personen. Dus dat zou wel een goede eigenschap kunnen zijn. Ik denk dat ik geen goede mol zou kunnen zijn omdat ik te veel een flapuit ben. Ik zeg soms te snel de dingen. En zo zou ik dan mijn eigen verraden in het spel. Dus ik denk niet dat dat goed is voor een mol. Mijn doel in het spel is eigenlijk de groep bijeenhouden. En zorgen dat we de mol te slim af zijn. Zorgen dat we als groep sterker zijn dan die ene persoon die eigenlijk alles probeert te saboteren. En mijn tweede doel in het spel is natuurlijk zo lang mogelijk erin blijven. Ik ben Doreen, ik ben 27 jaar en ik kom uit Palen. Ik ben altijd een hele grote fan geweest van de mol en daarom dacht ik, ga mij eens inschrijven, want dat is wel een avontuur dat ik wel eens wil meemaken. Ik heb meeste schrik voor de hoogteproeven en misschien ook wel de fysieke proeven, omdat ja, ik weet niet of ik fysiek nog zo in orde ben, dus we zullen zien. Hè. Ik zou een goede mol kunnen zijn omdat ik redelijk snel het vertrouwen kan winnen van mensen. En omdat ik ook wel subtiel, denk ik, hier en daar wat steken kan laten vallen, dus wat kan saboteren. Ik zou geen goede mol zijn omdat ik nogal een flapuit ben. En misschien, ja, zonder dat ik er eigenlijk bij nadenk, er misschien iets zeg wat ik achteraf dan als mol spijt van zou hebben. Mijn doel in het spel is om liefst zo ver mogelijk te geraken en liefst ook die mol te zien te pakken. En ja, vooral te genieten van heel het avontuur. Ik ben Els, ik ben 51 jaar en ik woon in Aarsele bij Tielt. Ik vind dat een heel tof spel. 20 jaar geleden heb ik eens meegedaan met de familie, een schoonbroer van mij die dat georganiseerd heeft. En sindsdien is dat eigenlijk altijd een beetje een droom geweest om aan het echte spel mee te doen. Ik ben eigenlijk heel bang van honden. Vooral van blaffende honden, dat is een heel grote schrik van mij, al heel lang. Ik zou een goede mol kunnen zijn, omdat mensen die mij goed kennen of een beetje kennen, dat zeker niet bij mij zouden plaatsen. Omdat ik normaal een open boek ben en de meesten weten niet dat ik echt ook heel goed kan zwijgen als het nodig is. Ik zou geen goede mol zijn, misschien omdat ik toch een beetje een te open boek ben. Mijn doel in het spel is de mol vangen, indien ik zelf de mol niet ben natuurlijk. Zo ver mogelijk in het spel komen en mijn grenzen verleggen. Hi, ik ben Gilles, 29, gewoon momenteel in Deurne. Ik neem deel aan de mol, één voor het fantastisch avontuur, voor de belevenis, voor de mensen daar in de proeven. Elk jaar steken op mijn ogen, dus wil ik zeker aan deelnemen. Nee, er zijn weinig of geen dingen die ik niet zou doen of niet zou durven. Ik denk dat ik wel een goede mol zou kunnen zijn, omdat ik vrij snel goed in de groep lig, heel snel contact lig en meestal heel goed kan banden met mensen, dat ze hun vrij goed voelen bij mij. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor een mol, om toch ergens te kunnen mollen, maar nog altijd wel vrij goed in de groep te liggen, zodat iedereen u zou direct verdenken. Ik zou misschien niet per se geen goede mol zijn, maar ik zou misschien steken laten van dat ik vrij impulsief ben en dat misschien beslissingen zou nemen of dingen zou doen die ja, misschien toch zouden opvallen. Mijn doel zou sowieso zijn het zo ver mogelijk schoppen, of toch tot de eindaflevering te behalen. En de rest is mooi meegenomen natuurlijk. Mijn naam is Jolien, ik ben 25 jaar en ik woon in Gent. Omdat ik superveel zin heb in het avontuur, in het algemeen. Ik heb heel veel zin om alle opdrachten en zo te doen. Ik wil natuurlijk de mol ontmaskeren. Ik heb zin om erin te vliegen, om nieuwe mensen te leren kennen. Het ziet er altijd cool uit, dus ik hoop dat van de jaar er ook cool gaat uitzien. Ik ben ongelooflijk bang van spinnen. Dus laat mij niks doen met spinnen, want echt nee. Nee, dat kan ik niet. Dat moet ik eerlijk, dat zeg ik wel niet. Dat zeg ik geen ja op. Ik zou als mol volledig mijn enthousiasme misbruiken. Ik ben super enthousiast. Ook in opdrachten zo heel competitief.
Maar als ze super enthousiast zit, is het heel makkelijk om af en toe een keer het al te laten vallen. Of te zeggen, oh, sorry, dat heb ik niet gezien, ik heb daarover gekeken. Of oei, ja, oh, sorry, mijn enthousiasme. Maar ik was wel enthousiast, ik heb echt geprobeerd. Ik denk dat dat wel makkelijk te spelen is. Ik zou geen goede mol zijn, omdat ik heel impulsief ben. Het is geen blad voor de mond. Ik smeet er alles uit. Dus ik denk in situaties, ook in spelen of zo, dat dat soms dan moeilijk te verbergen is, dat je voor het niet wilt dat dat lukt. Ook als mensen dan vragen, zijn je de mol? Dat je dan niet direct kunt antwoorden, nee, op een goede manier. Ja, mijn doel is uiteraard om de mol te ontmaskeren. Ik denk dat iedereen dat het spel gaat om de mol te ontmaskeren of om de mol te zijn. Dus één van de twee. Maar ik heb voor mezelf ook een persoonlijk doel gesteld dat ik nergens nee op wil zeggen. Ik wil overal ja op zeggen, maar ik ben eigenlijk echt een shitlizzer. Dus een vrij grote bek, maar een vrij klein hartje. Dus als er van die adrenalineproeven zijn of zo, denk ik van oei, ik weet niet of ik dat wel ga durven. Bijvoorbeeld vorig jaar de bungee jump. Nooit van mijn fucking leven dat ik bungee jump. Maar als het er is, ga ik het wel doen. Dus ik heb wel zoiets van, Jolien, zeg gewoon overal ja op en doe het. Ze gaan je niet laten doodgaan, hè? Toch? Ik ben Laure, ik ben 46 jaar en ik woon in Duffel. Ik neem deel aan de mol om iets nieuws te doen, om nieuwe ervaringen op te doen en ofwel om de mol te zijn, ofwel tot het einde te blijven. Ik ben bang van weinig zaken. Ik ben eerder een durf-al. Mijn vrienden weten dat ook wel. Dus als ik iets doe, dan ga ik er volledig voor. En in het spel, ik zal ook gewoon volledig in het spel gaan. Dus ik ben van weinig dingen bang. Ik zou een goede mol kunnen zijn, omdat niemand het van mij verwacht. De mensen die mij goed kennen of de andere kandidaten zullen ook wel snel merken dat ik eerder een flapuit ben, een heel vlotte. En daarom zouden ze mij niet verdenken. Ik zou geen goede mol zijn, omdat het ja, toch eenzaam is om mol te zijn. Het zou wel zwaar wegen, denk ik. Dus daarom zou ik het zo af en toe wel moeilijk hebben. Mijn ultieme doel in het spel is om zo lang mogelijk te blijven tot het einde als mol of als kandidaat, als winnaar. Zeker en vast. Ik ben Selim, ik ben 28 jaar en ik kom uit Mechelen. Ik neem deel aan de mol omdat ik een heel groot fan ben van het programma en voor het grote wilde avontuur dat ons tegemoet staat. Er zijn denk ik heel weinig dingen die ik niet zou durven. Maar als ik toch iets moet noemen, zou het misschien zijn in het genre van ondergrond, zoals de opdracht van vorig jaar. Omdat ik toch wel licht claustrofobisch ben. En ik denk dat ik daar wel wat moeite zou hebben om het tot een goed einde te brengen. Ja. Ik zou een goede mol kunnen zijn, omdat ik heel sociaal ben. Ik kom heel goed overeen met mensen en heel gemakkelijk. En ik denk dat ik van mijn eigen ook wel heel sluw en geniepig kan zijn. Ik zou geen goede mol zijn, omdat ik heel competitief ben en ik wil altijd winnen. En als mol zijn, dan moet je de boel een beetje saboteren. En daar zou ik het wel een beetje moeilijk mee hebben, denk ik. Het doel in het spel is om de mol te vinden, uiteraard. Zo ver mogelijk te geraken. Maar in de eerste plaats ook wel echt te genieten van het avontuur. En me ook wel te amuseren, natuurlijk.